Hallo, we zijn hier momenteel bezig aan ons project en dat project heet in vredesnaam. Wat we eigenlijk doen is, we tekenen met houtskool op een doek. Het zijn de kinderen die de houtskooltekeningen maken en dan is het eigenlijk aan de volwassenen om die te gaan inkleuren. Met een bijzondere techniek, dat is met water en pastel. Ik leer die techniek aan. En op die manier kunnen we al die kindertekeningen in tot één groot tekeningsschilderij van 100 meter lang. Dat is eigenlijk een basisidee. De kinderen tekenen rond het idee van vrede. Daarom heet het project wel een vredesnaam. Het is eigenlijk het project dat ik heb willen doen nu in die viering van die 100-jarige oorlog. Ik wil geen oorlog vieren, ik wil vrede vieren. En daarom heet dat in vredesnaam. Als kinderen de lijnen uitzetten en de volwassenen kleuren ze in, dan gaat die wereld echt wel een stuk in mooier. Ja, elke kleur heeft een naam en die naam van die kleur is ook. Wat is de naam van die kleur? Weet je dat? Die kleur. Welke kleur is dat? Groen. Groen. En wel, en zo niet die kleur ook. Zo is het. Oké, oranje. Nou, ik ook een oranje is bijna hetzelfde. Dat zijn vrienden van mij. Nee, ik denk dat dat niet kan. Wij kunnen dat twee kleuren vriendjes kunnen zijn. Voilà, oké, we beginnen met de kop. Ik heb het nat gemaakt, met een kleedje. Is dit kleedje? Nee, dat is voor de doos, wat dat? Maar waar is het? Maar ik nat gemaakt. Nu lijkt het een beetje op vuil.